Olympische Spirit. Dat is de titel van de Vakkenjaar Challenge van dit jaar. De zomer van 2024 staat volledig in het teken van het grootste sportevenement van de wereld. De Olympische en Paralympische Spelen in Parijs. De Spelen laten zien hoe mooi sport kan zijn. Qua beleving, strijd, sportiviteit, samenwerken en natuurlijk techniek. We gaan de Olympische Spelen helpen technisch te ontwikkelen. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. Vakkenjaars ontdekken hun technische talenten in 4 verschillende challenges. We dagen je uit om de Olympische Spelen technisch te innoveren. Laten we de opdracht eens bekijken. Een gouden plak is het hoogst haalbare. Maar hoe breng je de Olympische medailles extra tot leven? De juniors gaan de mooiste medailles ontwerpen. Jullie mogen helemaal los met deze opdracht. Hou je dus vooral niet in. Ja, de mooiste medaille. Daar gaan wij het vandaag over hebben. Hoi, mijn naam is meester Jochem Uitdehagen. En inderdaad, de mooiste medaille als onderdeel van Vakkenjaars voor dit jaar. Met als thema overkoepelend Olympische spirit. Ja, en als ik het over Olympische spirit heb, als ik daar alleen al aan denk, dan gaat bij mij, ja, dan word ik helemaal blij, dan word ik helemaal blij. Want waarom? En dat weet wellicht niet iedereen, maar ook ik heb als voormalig schaatser die ik ben, meester Jochem was schaatser, heb ik ook medailles gewonnen. En ja, dan ben ik toch ook wel trots, en daar gaat het soms met medailles over, om te laten zien dat ik hier eentje heb. En dit is de Olympische gouden medaille uit 2002. En ja, is het de mooiste medaille? Ik vind het een hele mooie medaille, ook letterlijk omdat hij echt een heel mooi ontwerp heeft. En ja, wat heel gaaf is, als je goed kijkt, en het is moeilijk om het in beeld te brengen, maar er staat hier ook een schaatsertje op en het is een gouden medaille en er staat 5000 meter, dus het is ook echt maar één medaille van. En dat is, ja, dat is me heel veel waard en ik heb hem nou regelmatig in de buurt om ernaar te kijken of aan anderen te laten zien, want andere mensen vinden het ook mooi om daarnaar te kijken. Maar ik ben vandaag niet degene die hier alles over gaat vertellen. Want ik heb maar 1 keer Olympische Spelen meegemaakt. En daarvoor hebben we speciaal iemand uitgenodigd om jullie daar meer over te gaan te vertellen. En dat is niemand minder dan Edith Bos. Zij is een voormalig top judoka en zij weet van alles over medailles. Ze heeft er heel veel. En jullie kunnen aan haar alle vragen gaan stellen waar het de mooiste medaille betreft. Dit is de eerste aflevering van voor de juniors. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. En als je vragen hebt, ik heb hier een iPad. Stel de vragen, dan komen ze gewoon binnen. En dan geef ik ze door aan Edith. Nou, ik ga Edith er gewoon bij halen. Lijkt me hartstikke leuk. Edith, goeiedag. Hoi. Hoi Jochem. Hoi hoi. Hey, wat tof dat jij er bent, man. Het is echt superleuk, want jij hebt ook heel veel medailles gewonnen. Ja, een heleboel. Ja. Ja, dat is wel heel gaaf. Maar dat is, je hebt gejudo'd, je hebt 3 keer de Olympische Spelen gedaan. En het thema van Vakkenjaars om de leerlingen enthousiast te maken voor de techniek is Olympische Spirit. En aan jullie wordt nu eigenlijk gevraagd aan de kijkers van, goh, wat is de mooiste medaille? Maar het doel van vandaag is natuurlijk om de leerlingen samen te inspireren om na te gaan denken hoe ze dingen anders kunnen doen, hoe ze mooiere medailles kunnen maken, hoe ze dat innovatiever kunnen gaan doen. En als jij terugkijkt, Edith, naar jouw sportcarrière en naar jouw medailles, wat is jouw mooiste medaille? Of moet ik misschien vragen, was jouw mooiste medaille? Oh, dat is zo'n moeilijke vraag, Jochem. Want als je heel veel medailles hebt, ja, wat is dan de mooiste? Waar heb je de mooiste herinnering aan? En alle medailles zijn verschillend. Ook Olympische medailles. Ze zien er allemaal anders uit, behalve de voorkant. Dus als ik dan zou zeggen, wat is mijn mooiste medaille? Dan zou ik zeggen, mijn laatste Olympische medaille. En dat is een bronzen medaille die ik gewonnen heb in Londen 2012. Dat is de mooiste. En kan je omschrijven waarom dat voor jou de mooiste medaille is? Is die dan het mooiste ontworpen? Of zit er ook iets anders aan vast wat hem zo mooi maakt? Hele goede vraag, Jochem, want ja, is het nou het ontwerp of is het iets anders? Nou, een Olympische medaille is vaak groot, dat heb je net gezien bij Jochem. Hij is dik, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Wat voor mij de medaille het mooist maakt, is de ervaring. Dus eigenlijk de hele weg naar de medaille toe, die was voor mij het mooiste als ik kijk naar mijn hele judo-carrière. Dus dat maakt dat die medaille voor mij
qua waarde extra mooi is. En ja, dat kan je, dat zie je niet aan de medaille zelf. Dus het is meer het gevoel bij de medaille. Gelukkig, blij, ja mooi gewoon. Ja. Nou, dat is wel leuk, want ik heb een vraag gekregen van het kindcentrum Sittard. En die vraagt, wat kan er anders aan een medaille? Dat, ja, eigenlijk zeg je van, het gaat meer om de beleving eromheen, waar hoe je er naartoe bent gegaan en alles eromheen. Maar wat zou er daarmee anders kunnen aan een medaille? Nou, als ik daar zelf iets over zou kunnen zeggen, dan zouden ze best nog wel iets toe kunnen voegen aan de medaille, wat gaat over de weg naar de medaille toe. Dat zie je eigenlijk niet op een medaille. Dat zou nog wel leuk zijn om zoiets toe te voegen. Maar het is natuurlijk heel erg persoonlijk. He, voor de een is de weg belangrijk en voor de ander is de medaille het belangrijkste. Dus ik zou bijna, als je het hebt over innovatie, zeggen, laat je gevoel spreken. Denk zelf na over wat je het mooiste vindt. Ja. En dan komt er altijd iets bij. Nou, in dat opzicht komt de vraag van Happy Kids uit Utrecht. Van wat voor materiaal zou jij de medaille maken? Want ik heb hier een gouden medaille ook nog liggen. Is echt goud, hè? Het is ook echt geld waard. Deze medaille is voornamelijk zilver met goud eromheen. Maar voor wat voor materiaal zou jij de medaille maken? Wat heeft voor jou dan ook misschien wel de waarde dat het meer is dan alleen ja, een object wat je in je hand hebt? Ja, ik vind het heel leuk dat ik hier iets over mag zeggen. Want medailles zijn, je deed het net al, tussen je tanden hard en goud van kleur. Ik zou eigenlijk een knuffelmedaille willen. Want als je ziet hoeveel hard je daarvoor moet werken en hoeveel, ja, toch ook wel soms tegenslagen hebt. En dan is het fijn dat als je nou uiteindelijk een medaille wint, dat die ook zacht is. En dus ik zou meer voor iets zacht gaan. Wat grappig, daar zou ik helemaal niet over na hebben gedacht. Dat is dat een medaille ook zacht zou kunnen zijn. Ja, ik ben benieuwd wat de leerlingen daarvan vinden of ze daar nog over gedachten over hebben. Er komen meer vragen binnen, of in ieder geval vragen binnen die eerder ook zijn binnengekomen van OBS De Wissel uit Den Haag. Zijn je medailles echt mooi of eigenlijk alleen omdat ze belangrijk voor je zijn? Dat heb je net eigenlijk al een klein beetje gezegd. Maar wat, want waar heb jij überhaupt jouw medailles op dit moment? Ja, ook heel leuk. Meester Jochem had mij gevraagd of ik mijn medailles mee wilde nemen. Maar ik zit midden in een verhuizing, dus die liggen ergens in een verhuisdoos. Dat betekent niet dat ze minder belangrijk zijn. Heel eerlijk, alle Olympische medailles zijn mooi. Ik heb anders nog nooit andere sporters gehoord die zeiden Olympische medailles zijn niet mooi. Dus die zijn echt heel mooi. Maar bijvoorbeeld toen ik wereldkampioen werd, dat was in Egypte. Toen kreeg ik een, ja, niet zo'n hele mooie medaille. En die werd al snel zilver en het was eigenlijk goud. Dus ze zijn niet allemaal. Nee. En dat is ook een vraag van OBS De Wissel. Die vraagt van, vind je het jammer dat je je medailles wint bij de Olympische Spelen in plaats van een beker? Ik herken dat wel. Ik heb ook van die, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, kinderen. Ik heb ook bekers die zijn, ja, eigenlijk zijn ze ook wel weer mooi van lelijkheid. Maar ja, je kan er niet zoveel mee. En dan krijg je een heel onbelangrijke wedstrijd. En dan krijg je zo'n beker. Dat je denkt, van ja, dan zou die van de Olympische Spelen misschien wel zo groot moeten zijn. Maar hoe zie jij dat, Edith? Ja, als je, ik kan me voorstellen als je junior bent, dat zo'n beker, zo'n hele grote beker, dat dat heel groot is. En dat staat ook voor iets groots. Maar ik heb na 20 jaar bekers gewonnen te hebben, heb ik ze allemaal gedoneerd. Ik heb ze gegeven aan mijn oude judoclub, want potverdikkie Jochem, dat ken je misschien wel. Er komt een potje stof op die bekers. Ja, dan moet je schoonmaken. Nee, doe maar medaille. Ja. Nou, wat ik wel leuk vind, er komt een vraag binnen van Baas God de Ridderhof. Voor welke medaille heb je het meeste moeite moeten doen om te halen? En dan ga ik daar ook meteen een vervolgvraag aan vastplakken. Is dat misschien dan ook wel de mooiste geweest, waar je het meeste moeite voor hebt moeten doen? Ja, de meeste moeite. Er is eigenlijk niet één medaille. Als ik kijk op een hoger niveau, dus Europees kampioenschappen, wereldkampioenschappen of Olympische Spelen, die makkelijk komt. Je moet er altijd hard voor werken. Je moet alles geven. Dus er is er niet één waarvan ik zeg, oh, daar heb ik harder voor moeten werken. Ik heb voor alle medailles die ik heb gehaald, alles uit de kast moeten halen. Helder. Hey, en een andere vraag die binnenkomt, dan moet ik wel even in beeld komen natuurlijk. Wat zou nog een andere
mogelijkheid zijn om iets te maken? En die vraag komt van de Happy Kids uit Utrecht. Van, wat kan mooier of handiger zijn als design? Dat is echt wel heel specifiek van de mooiste medaille. Wat zou jij anders doen? Jij noemde net al iets van dat dat zachter zou kunnen zijn. Superleuke vraag. Ik zou iedereen die kijkt en die deze challenge aangaat, zou ik ook willen uitnodigen om echt gewoon je creativiteit te gebruiken. Maar als ik dan iets mag zeggen, dan een medaille zit altijd in een doosje. Ik denk niet dat jullie die gaan maken. Maar de doosjes waren vaak nog onhandig. Dus misschien iets waar je hem mooi op kan neerzetten. Want je gaat natuurlijk ook niet de hele dag met zo'n medaille lopen. Nou, ik vind het wel grappig. Wat ik ook nog daarbij denk, is wat ik zelf heel sterk voel. En misschien herken jij dat ook al. Want jij bent individueel sporter. Heb jij ook nog wel eens met andere mensen gewerkt in dat opzicht? Ik had heel sterk de neiging om gewoon van die medaille eigenlijk bijna allemaal stukjes af te gaan zagen en die weg te gaan geven. Maar hoe zie jij dat? Moeten we daar iets mee? Ja, het is wel heel leuk. Misschien kan je één groot medaille en mini-medailles maken. Wat ik eigenlijk altijd heb gedaan is als ik extra dingen kreeg, of het nou een beker was of cadeau of een schaal of nou noem het maar op. Dat gaf ik eigenlijk ook weg aan de mensen om me heen als een soort van dankjewel. Maar heel leuk ook voor de juniors om over na te denken van hoe help je al die mensen? Want je doet het nooit alleen mensen. Nee, dus een deelbare medaille zou ik ook heel grappig vinden. En ik weet dat collega wintersportster Nicolien Sauerbrei een stukje uit haar medaille heeft gezaagd en heeft ze een ring van laten maken. Zodat ze de medaille bij zich kan dragen. Ja, dat vond ik ook wel heel grappig. Hoe ziet die medaille er dan nu uit, Jochem? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Er zal wel een hapje uit zijn gegaan. Of misschien hebben ze het heel mooi aan de achterkant dat je het niet ziet, hoor. Dat zou kunnen, dat weet ik niet precies. Dus dat zijn leuke dingen. Maar wat vind jij sowieso? Want dat werd ook nog gevraagd. Van als je kijkt naar het thema van dit jaar, Olympische Spirit, en gecombineerd met de ultieme, of in ieder geval de mooiste medaille in dat opzicht. Wat vind je van dat thema, dat Vakkanjes daarvoor heeft gekozen? Ja, dit vind ik super leuk, want we gaan natuurlijk gewoon richting de Olympische Spelen. Dus ik hoop dat heel veel van jullie ook gaan kijken. Alle grote Nederlandse helden volgen. En misschien sporten jullie zelf ook wel, dus dat is extra leuk. En wat ik heel erg leuk vind, is dat het van jullie vraagt om gewoon creatief te zijn, te gaan knutselen, maar wel iets te bedenken wat jij vindt en jullie samen wat het mooiste is. En ik verwacht zulke mooie creaties, allemaal nieuwe dingen. Ik ben super nieuwsgierig wat eruit gaat komen. Dus het is één, leuk omdat jullie zelf dingen mogen doen. En twee, omdat we ook richting de Olympische Spelen gaan, loopt dat naast elkaar. En ja, een beter moment is er eigenlijk niet. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Dus, ja, ze mogen echt heel erg hard aan de bak. Wat doe je als je eenmaal, je krijgt zo'n medaille omgehangen. Wat doe je dan met de medaille aansluitend? Ja, in een doos leggen misschien, maar... Nee, ja, op de Olympische Spelen heb je wel, als je klaar bent, dan krijg je allerlei huldigingen. Dat kent meester Jochem ook wel. En dan Zeker. Heb je eigenlijk altijd die medaille om. En dan sta je nog te springen in het Heinekenhuis omdat je gehuldigd wordt. En daarna, bij mij liggen ze ergens in de kast. En dat is niet omdat ik ze niet mooi vind, maar ja, het zit in mijn hart. Dus die herinnering is gewoon heel mooi. En af en toe kijk ik ernaar en dan denk ik wel eens... Oh, heb ik dat gedaan? Ik kan me dat niet voorstellen, maar ja, je bewaart hem gewoon. Ja. Nou, OBS de Wissel die wil ook weten, heb jij liever een grote of een kleine medaille? Dat is een bijna gewetensvraag, voelt het wel. Ja. Grote of kleine medaille? Ja, nou, als ik kijk naar wat ik eerder heb gezegd, dat de ervaring voor mij zo belangrijk is, hè? Dus de weg naar de winst of de medaille toe, dan... Nee, ik wil toch gewoon een grote. Een grote? Nou, zal ik eens het verschil laten zien? Want dat is, dan kan je een beetje een indruk krijgen. Dat is wel, ja, het maakt echt wel verschil, hoor. En ik kan je vertellen, als je deze in je hand krijgt, dan denk je, wow, die is zwaar. Hij is meer dan een halve kilo. Hij is 538 gram. Dat is, en wel leuk weet je, ik heb ook een zilveren medaille hiervan. Die heb ik ook in dezelfde Spelen gewonnen. Die is dus precies, ik geloof, 6 tot 8 gram lichter. Waarom? Daar zit geen goudlaagje omheen.
En in welke vind jij dan het mooiste, Jochem? Ja, ik vind deze echt het mooiste. In alle opzichten. Het is de mooiste kleur die je als sporter wil hebben natuurlijk. Maar ik vind het design echt heel erg mooi. En als je me gek genoeg vraagt, de zilveren, daar is het design misschien nog wel wat mooier. Maar dat komt gewoon vooral, dan moet ik hem echt even kijken of ik dat kan laten zien. Dan krijg je wat meer die kleurtjes, die komen dan wat meer door. En ja, dit is wel een hele bijzondere medaille. En ik zal deze ook even laten zien. De achterkant, en hier kunnen ze het nog goed zien. En wat ook wel grappig is, we zijn natuurlijk nu Olympic Spirit in relatie tot de zomerspelen. En dat vertelde jij volgens mij al, dat... En niet alle atleten weten dat, maar bij de winterspelen wordt zowel de voor- als de achterzijde speciaal ontworpen. En bij de zomerspelen is één kant elke speler identiek. En de andere kant wordt dan specifiek gemaakt op het jaar van de spelen. Dus dat zal nu Parijs zijn. Maar dat is wel het grote verschil, waardoor je dus ook in de loop der jaren verschillende soorten medailles krijgt. In Sochi zat er een diamantje in Turijn in 2006 hadden ze er een gat in gemaakt, dat was een donut. Daar vonden heel veel mensen wat van, want die zeiden van ja, als je nou een medaille hebt, en dat is misschien leuk om op internet op te zoeken, als je een medaille hebt waar een gat in zit, dat is raar, dat doe je niet. En dus ze zijn elke keer wel anders. Ik vind nogmaals, ik vind hem gewoon heel erg mooi. Dus dat is wel, en dan is het grote wel, geeft wel wat impact, dus echt Olympisch, ja. Ik vind hem ook heel erg mooi, Jochem, en ik vind het heel mooi dat hij... Dat die gewoon anders is. Dat maakt dat elke Olympische Spelen op zich heel uniek is en op zichzelf staat. En ik vind het jammer dat ze dat bij de zomerspelen niet hebben. Maar in de lijn met wat de juniors gaan doen, is het ook zo leuk. Omdat ze ook gaan ontwerpen en kijken wat de mooiste medaille is. Dus ja, ik vind jouw medaille ook echt prachtig. Maar wat ik me afvraag, hè? Want de medaille, ik liet net deze kleine zien, dit is dus echt goud. Dus het heeft echt, zoals we dat zeggen, een intrinsieke waarde. Als ik dit naar een goudbedrijf ben, krijg ik hier, ik zei net, 1000 euro of 800 euro voor. Dus echt wat waard. Jouw Olympische medaille, is die ook echt? Of zijn die, de gouden medailles, zijn die goud? De zilveren zilver en de bronzen brons? Er zit net zoals bij jou een laagje overheen. Een laagje overheen, ja. Ja, het zit gewoon zo'n blad. Je kan het... Volgens mij kan je het zelfs hier een heel klein beetje... Kan ik het zien? Even kijken hoor of het... Nee, ik kan het nu niet zien. Ik heb volgens mij op mijn andere is een heel klein beetje afgesleten. En dan zie je inderdaad dat er zilver onder zit. Dat is En hoeveel mensen hebben deze medaille al omgehad, Jochem? 3. Ikke. Een fotograaf. En ik heb ooit een keer iemand die met mij ging schaatsen die 200 kilometer aflegde toen die 15 was. Heb ik gezegd, jij mag ook hem ook even omhangen. Maar in principe mag ik alleen die medaille omhangen. Dat is een beetje een gimmick, omdat ik vind dat die medaille echt is van degene die hem heeft verdiend. En er mogen heel veel mensen mee op de foto, dat vind ik ook prima. Maar het grappige is wel dat als je daarover nadenkt, denk ik van ja, dat zou natuurlijk ook wel leuk zijn dat je, wat we eerder al zeiden, dat je een medaille hebt die je misschien kan delen of waar je mensen datzelfde gevoel kan geven dat van, hé, ik ben overwinnelijk, ik heb het heel goed gedaan. En dat mis ik soms wel in de huidige medailles, dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Dat is, Waarvoor krijg je dan een medaille? Want als we het dan over de Olympische spirit hebben, ik bedoel, een medaille, wij hebben gesport en we hebben hard getraind en daar krijg je een medaille voor, maar ik kan me ook voorstellen dat als je iets doet wat heel erg belangrijk is voor jou, dat je daar ook een medaille voor kan krijgen. Dus... Ja. Nou ja, wie verdient een medaille? En ja, dat is dus inderdaad niet alleen sportgerelateerd. Natuurlijk in het gewone leven heb je ook de bekende lintjes van de koning en voorheen van de koningin, dat mensen een lintje krijgen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Het leuke daarvan is dat je dat wel weer vaker mag dragen. En heb jij er ook een? Ik heb een lintje gekregen, ja. En ik draag het niet heel vaak. En heb je ook verteld aan de mensen die er nu zijn dat als je ooit doodgaat, dat je hem terug moet geven? Dat heb ik niet verteld. Maar dat is namelijk het echte draagteken dan. Want ook een medaille is, die moet je teruggeven. Of nee, de echte medaille moet je teruggeven. En het draagteken is dan zo'n lintje. Dat mag je dan houden. Maar je mag ook, als je een bedrag betaalt, mag de familie hem houden. Dus dat is dan wel grappig. Ik ben nieuwsgierig. Ik wist dit niet. Dat is ook zo. Maar het is eigenlijk wat wel grappig is. En dat ik heb bij mijn Olympische medaille heb ik een heel klein speeltje gekregen. In het goud. Met Olympische ringetjes. En daar staat aan de achterkant een nummer op. En volgens mij, ik weet niet of iedereen die een medaille wint zo'n dingetje krijgt. Maar dat zou je dus ook kunnen dragen op het moment dat je ergens naartoe gaat om te laten zien van ik heb een medaille. Ik vind dat ergens wel leuk, alleen
Omdat het dan wat handzamer is. Dus, maar het zou heel tof zijn geweest als dat dan misschien wel in de medaille had gezeten. Dat je het eruit kan halen en dan op kan steken of zo. Dus ja, we geven jullie een paar ideetjes cadeau, jongens en meiden. Dat is sowieso heel erg mooi. Hey, als jij de laatste idee hebt, wat zou je mee willen geven aan de leerlingen die nu gaan denken van wat wordt de mooiste medaille? Hoe gaan ze dat maken? Wat denk je dat het allerbelangrijkste is wat zij binnen hun project zouden moeten gaan doen daarin? Nou, ik zou zeggen, ga lekker met elkaar dromen. Ga kijken hoe die medaille er voor jullie uit moet zien. En dan is die per definitie natuurlijk prachtig, want het is je eigen ontwerp. En wees creatief, help elkaar. Ga informatie opzoeken over de Olympische Spelen. En ik zou gewoon zeggen, begin maar. Ik vind het een hele goeie. En de laatste vraag, en die komt binnen, die heb ik eerder binnengekregen. Ik zie hem nu ook pas goed. Die vind ik nog wel heel leuk. Het is heel specifiek op jou. Zou je het leuk vinden als er een stukje van de band van je tegenstanders in je medaille zou zitten? Ik vond het heel grappig bedacht. Zou dat leuk zijn? Ik heb er nooit over nagedacht. Dus ik vind het echt superleuk en super creatief. Ja. Ik weet niet of het heel bevorderend werkt dat als je meerdere partijen verliest, dat je elke keer een stukje van je band in moet leveren. Want dan hou je geen band meer over. Maar voor degene die wint is het wel leuk. Ja, ik vond het superleuk. Ik denk, die moet ik zeker nog noemen als het gaat om creativiteit. Hey, Edith, mag ik jou bedanken voor de inspiratie over wat ze met de mooiste medaille kunnen doen? En succes met je verhuizing. Ik hoop dat je medailles een mooie plek krijgen in je nieuwe huis. Ja, dankjewel. En heel veel succes en plezier, jongens en meiden. Heel goed. Hey, dankjewel Edith. Hoi, hoi hoi. Ja jongens en meiden, dit was de aflevering van Vakkanjers voor de Junior Challenge. De mooiste medaille. Ik hoop dat jullie wat nieuwe ideeën hebben gekregen. Ook door, door de ingestuurde vragen natuurlijk en de vragen die jullie zelf hebben gesteld. Wees creatief, wees innovatief. En denk maar eens na wat je zelf ook mooi zou vinden als je eigenlijk geëerd wordt voor iets wat je hebt gedaan. En dan kom je een heel eind. Ik wens jullie heel veel plezier. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Groetjes. Hoi hoi.